ontstellend veel pijn bij de Oranje ploeg. De nederlaag is er 3-1. Jury, je hebt de wedstrijd gezien. Fransen miste Thierry Henry, die op de bank zat. Trezeguet speelde voorin met deze Kovu. En diens schot gaat over en naast het doel van Van der Sar. Het ging gelijk op in de eerste helft. Goeie paas van Dacour op Lizarazu. En het schot van de verdediger van Bayern München gaat ruim naast het doel. Weinig echte uitgespeelde kansen. Hier Overmars bij het begin van de tweede helft die binnendoor komt. Zijn schot wordt gekraakt. En daar komt Van der Meijden die hele sterke momenten had. Bal goed teruglegt. Schot van Makai mislukt. En Van der Vaart en Sneijder krijgen die bal ook niet in het doel. Sneijder speelde in de tweede helft voor Van Bommel. En er werd veel gewisseld. De Jong kwam erin van Hooijdonk. En die neemt onmiddellijk een vrije trap. En als Van Hooijdonk een vrije trap neemt, dan staat de Kuip in Rotterdam dikwijls in vuur en vlam. Daar een overtreding, gezien door de Duitse scheidsrechter Stark. Desailly, de 36-jarige captain van de Fransen. En weer Pierre van Hooijdonk. En weer scheelt het heel weinig. De tweede helft was duidelijk aantrekkelijker en beter ook dan de eerste. Dan tegen het einde van de wedstrijd. Zenden verliest de bal. Giroud, een van de vele Franse invallers. En de redding is van Van der Sar. Vlak voor tijd krijgt het Nederlands elftal dan nog een mogelijkheid. Want Barthez zal Barthez niet zijn als hij zich niet bijna verkijkt op die bal van Heitinga. Van grote afstand. Corner van Sneijder dan. En daar is invaller De Jong. Maar die bal gaat er niet in. En zo blijft het 0-0 in de Kuip. En dit was een van de meest memorabele momenten. Barthez verkijkt zich bijna op Heitinga. 0-0 Oranje tegen de nog altijd regerend Europees kampioen Frankrijk.